Hey meisjes, hij viel uit opeens. Oh mijn god. Oké, wij gaan weer naar winkels. Maar dit keer gaan we... Deze video komt alleen online. Als het goed gaat. Oké, dus we gaan shoppen ook. En als we kleding vinden dat we aan gaan trekken en gaan passen, dan gaan we dat laten zien. Shopvlog. Het is een nieuwe probeerde shopvlog. Oké, ik moet nog even plassen en mijn lippen smeren. En jij? Ik hoef alleen maar te pissen. Oké. Tot zo. Oké, we hebben drie dingen. Nienke heeft dingen eerder. Nee. Ik ga het wegdoen, ik weet het zeker. Marije heeft deze. Gewoon een magafa. Wow, hij ziet er zo lelijk uit in dit licht. Ja. Het is donkerder dan whatever dit is. Ik heb deze. Ja. En ik heb een douche. Wauw. En ik ben benieuwd wat gaat staan. Ja, ik heb hem hier. Oh, jij wel. Jij niet. Nee, trouwens, ik kan hem hier overheen doen. Altijd leuke muziek hier. Moet ik hem helemaal los doen? Uiteraard, je wilt hem toch... Hij moet wel... Dat maakt niet uit, Nienke. Hun zaten 3 minuten geleden erin, hè? Hij is snel, maar dat maakt niet uit. En we gaan ons toch nooit vinden. Ja, daar heb ik niet haast voor, maar ik irriteer mij dat ik dit helemaal terug moet doen. Thumbnail. Is die te groot? Ja, maar anders wordt die heel groot, maar dat is wel goed. Weet je wat ik... Is je haar fucking goed? Ik word geïrriteerd. Het staat, maar ook weer... Ja, maar je moet bedenken dat je een lichtere blik moet, hè? Vind je dit staan? Ja. Ik vind dat juist, omdat het een blouse is, vind ik het mooi. Is het niet leuk dat het zo lang is? Dat hoort meestal. Met zo'n blouse, je wil het toch oversized-achtig hebben? Nou dan. En als je een S gaat doen, dan gaat hij naar de tyfus. Wow, ik heb een pukkig bol. Vanaf deze afstand kan ik allemaal... Maar nee, maar wat vind je van? Hoe vind je het zitten? Zou je hier de hele dag mee kunnen lopen? Ja, dit is echt comfortabel. Ja? Ja, dan moet je alleen een lichtere broek erbij hebben, want dit matcht niet met de kleur. En bijvoorbeeld met een korte broek kan je het ook gewoon doen, hè? Ja. Heel zeker? Ja, dat is echt fijn. En ik vind de kleur mooi. Doe ze achter. Draai. Ja, nee, wacht even. Mag ik even schien? Zodat maken, dan kan je zien hoe het er echt zelf uitziet. Hij ging uit. Nee, wacht even. Draai om. Maar hoe kan... Oh, zo. Doe met je haar eroverheen, want zo zie je er normaal ook uit, die dumb bitch. Oké, sta normaal. Doe hem even goed achter. Ja, dat moet je niet doen. Oké, ja, wacht even. Oké, ik heb de foto gemaakt. Oké, sorry, ik kan hem later pas zien. Oké, zullen we allebei... Of zou ik eerst gaan? Je kan hem niet tegenaan zetten, denk ik. Hoe de fuck ga ik dit doen? Oh, kan ik hem niet? Hij moet eigenlijk... Dat ben ik niet. Wat nee? Oh, bijna. Nee, oh, shit. Ik wil hier een systeem opzetten. Nee, het werkt niet. Ja, dat maakt niet uit, maar ik moet toch wat gaan maken. Oké. Oh, hij is heel strak. Dit is het. Ik weet niet, ik lijk niet op een man of zo nu. Nee, dit is juist... Oh. Ja. Ik weet gelijk dat dit hem niet gaat zijn voor mij. Nee? Kijk, ik voel dat mijn haar past toen bij of zo. Ik vond hem wel mooi. Wow, ik vind hem echt mooi bij jou staan, hè? Ik vind hem wel mooi bij jou staan. Vind je? Ik vind het heel erg... Ja. Ik ga je ziet er heel oud uit met dat. Spreken, vind je van mij wel mooi? Ik vind het wel fijn als ze dit hebben gedaan. Ja, ik weet niet of de kleur helemaal is. Nee, ik ook niet. Van het staat een soort van... Zullen we huilen? Maar kijk even... Ja, oké. Okay. Dit gaat niet staan. Ik heb een oranje haar. Wortels en groen. Fucking groene groentes gaan niet werken. Ik zet hem even hier in, mensen. Ja,
Ja, we hebben gewisseld. Nou, ik heb hem alvast aan, maar... Ja, ik ben zo... Oh, ik heb het niet. Nee, ik zie het nu al. Het gaat ook niet bij mij staan. Ik weet niet, ik ben niet gemaakt voor dit soort dingen. Hoe zit dit nou weer? Nou, het zal vast. Maar dit moet niet zo zitten meestal. Ik weet niet of het ligt aan dat ik een shirt onderaan heb. Ik zie er nu heel kinderlijk uit. Ik voel me, wow, in het echt zie ik er beter uit dan fucking op camera, maar ik bedoel van, nee bro. En dit? Ik vind die denk ik mooier. Bij mij staan. Nou, mooier. Op de film? Oh, kijk hoe lelijk op de film oh het is. Oh. Ik denk dat gewoon, weet je, ik denk dat we gewoon allebei moeten nemen. We passen allebei van elkaar. Ja, maar ik vind allebei niet mooi. Nee? Het, nee, het is, nee, ik vind echt niet, de kleur past letterlijk niet bij mij. En ik weet niet waarom, maar het model ook niet. Dit is veel te... Ja, nee, alsof het ziet er niet uit bij jou. Het is alsof jij een werknemer bent ergens. Ja, precies, bij de fucking Jumbo kom ik. Kan je hem vasthouden? Ja, en ik? Wat vind jij, welke moet ik kiezen nou dan? Ja, ik vind deze persoonlijk mooi. Ja? Ja. Oké, dan ga ik deze nemen, denk ik. Dus ik wil die... Je kan deze ook nemen als je deze wilt. Ja, dan ben ik degene met drie dingen. Maar je kan ook kiezen. Mag ik deze? Ik vind persoonlijk de groene. Want jij hebt geen groene in de kast. Dus een beetje uitbreiding, snap je? Blauwe. Ja, oké. Ik luister naar jou. Ik doe hem weg. Oké, ik wil deze en deze, denk ik. En voor Marije moeten we misschien nog wat zoeken. Ik weet niet of ik... Ja, ik vind ze allebei wel mooi. Ja, ik bedoel van, wat vind je mooier? Je moet even naar je Ik vind deze mooier. Maar ik vind die ook super mooi. Maar ik denk dat ik deze neem, omdat ik al blauw in mijn kast heb. En... Het, ja, ik weet, het staat minder. Ja. Dus ik doe wel groen, ja. Oké, okay. Oh, je zit over mijn. Oh, mijn telefoon, by the way. Er staat eigenlijk geen één kleur bij mijn haar. De start was beter, vind je niet? Ja, dat maakt niet echt heel veel uit. Oké, ik dacht wel even mijn buik. Maar oké, deze wordt het. En mijn blouse. Top. We gaan weer, komen weer terug als het. Als we iets hebben. Hey, mensen. Hey, we zitten. Een week later, denk ik? Ja. We zijn er weer. Bijna een andere. Oké, we hebben dus deze. Verwacht, ja, ik kan het voor zo elkaar zien. Of zo. En dan heb je ook deze voor elkaar. En dan heb ik hier nog strakke shirtjes in het blauw en het. Ja, en dat is het eigenlijk. Ja. Want wij zijn niet op broekenhunt. Want zal dat... ik eerst omkleden? Oh, heb je iets onder? Nee. Nee, leuke vloer. Oké, wat was het aantrekken? Van welke? Ik denk, doe maar eerst die. Welke? Die. Ja. Oh, dangerously low. En kijk, dit is het probleem van als je geen tieten hebt. Dan gaat een... Dit ziet er niet uit. Definitely not. Dus je haar is normaal. Dit ziet er niet uit. Dit leek je net van een pofdinger. Het is heel laag, hè? Van, het ziet er... staat en zo, maar moet je nog wel nog lager. Ik vind, zeg maar, dit vind ik super mooi. Ik weet niet wat dit is. Het lijkt je net van, je weet wel, mensen die bakken hebben. Ik vind het mooi, maar ook weer niet. Ik voel me er niet echt fijn in ofzo. Nee, dat snap ik. Kijk, rechterin. Oké, volgende. Moet jij hem aantrekken zo meteen? Of denk ik zal ik hem nu aantrekken? Ja, mooi. Ik vind hem mooi. Wat ik niet mooi vind is dit. Nee, ja, dat weet is je wat deze floppen hier doen? Zeg maar, dit had zo moeten zitten. Gewoon erop. Ja. Weet je? Niet wat er voor dit doet. Ik heb dit ding aan, maar dat vind ik er ook niet echt uitzien. Ik vind het wel mooi, maar kijk, als ik te laag ga, dan ga je mijn BH zien. Ja, ik heb wel een goede outfit hier voor aan. Ja, het is wel een mooie. Hij staat bij je. Ja, staat bij maar ik ben meer van... Ja. Ik ben heel moeilijk met dit soort dingen. I know. Mijn shop is geld uitgeven. Maar dit... Ik moet denk ik ook even wachten. Ik probeer even een betere haarstijl. Want deze wordt zo... Want een betere haarstijl is een betere mij. Oh ja, wacht nee. Ja, oké. Okay, wacht even. Ja, ja, ik kan het doen hoor. Ik ben verder. Ja, ik weet niet. Ik, zeg maar, ik ben een hoer. Dat boeit dus niet. Maar ik vind die zo flappen. Het lijkt wel van die... Mag ik maken? Het lijkt een fucking hoed. Oh, tadaa. Zo, ik ben heel oud wij. Maar je moet even niet deze lelijke deze broek erbij verzinnen. Maar gewoon voor alles. Ding. En ik moet een andere BH doen, maar helemaal niet vooruit. Waar de fuck is zo'n struggle met fucking... Ik ben zo moeilijk met aanvliegen. Ik ben ook fucking lelijk in dit licht altijd. Ik ben hier zo klaar. Wat is dit? Ben ik dikker dan jou?
Dat, want dit is een M. Ja, bij mij staat er een M toch ook? Is dat een M? Ja, nee, het is een S, maar die andere stond ook gewoon goed. Hier, ik bedoel van, hij is klein. Ja. Ben ik dikker dan jou? Ik ben dikker dan jou. Bij jou staat de kitten hoe los deze al bij jou zit. Ben ik dan zo enorm dik? Hij zit gewoon... Ja, ik wil ook nog een zwarte hebben, maar... Die... Ja, ik bedoel, deze hebben ze ook in L. Ja, daar heeft niemand nodig. Ik vind deze wel nice. Dit is gewoon, zeg maar, simpel. Ja, ik wil die ook even passen. Oh, deze zijn groter. Ja. Blauw is groter dan zwart. Ja, nee, ja, dat voel ik. Dat voel ik. Dit is disgusting bij mij ten eerste. Ja, deze shirts zijn niet mooi, maar het is gewoon puur voor... Oké, jij ziet er mooi uit, maar... Nee. Even dat licht moet weg bij jouw hoofd. Maar oké, de shirts zien er mooi uit, maar bij mij, ik hou niet van blauw. Ik hou niet van kleur. Period. Nee, we gaan hier. Letterlijk. Weet je wat er letterlijk gebeurde? Ik deed dit en ik bouw mijn mouw uit en toen ik er mee schrok, dat vloog dat ding eroverheen. Oké, we gaan dat doen. Nou, we hebben dus zwart en die delen we samen, blauw delen we samen en dan deze is voor Marije. En dan deze nemen we niet, want dat staat niet. Heel groot. Ik heb mee mijn lelijke outfit aan, sorry. Deze broek irriteert me echt hoe lelijk dit is en die schoenen helemaal, maar ja. En dan komt Marije eraan. Ja, ik dacht ik ga helemaal dit. Ja, we komen wel weer terug als het ding is en dan is het niet, hè. En we doen de oude outro er gewoon weer in. Oh. Van de vorige video, want die hadden we al gemaakt. Toch Marije? Oh ja. Doei. Wat? Ik lijk echt lelijk hier, hè? Kijk, jij niet, maar ik wel. Het is zo vies. Ik heb zweet onder mijn oksels van het shirt en dat is al nat. Ja, oké. Doei. Ik heb kaasbroodje. En een ander lekker... Pecanbroodje. Een pecanbroodje. En nog een kaasbroodje. En Marije heeft dat ook. Bedankt voor het kijken naar deze leuke video. Oké. Ik ben niet op beeld, sorry. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ja. We hopen dat je dit leuk vond. Want dit doen we nooit meer. Behalve als Marije iets koopt. Ja. Waarom zei ik dat alsof jij Marije was? We hebben ook nog hele leuke auto's tegengekomen. Nu moet ik even zien welke auto's. Een Jaguar F-type. Ja. Of een type F, ik weet niet hoe je dat zegt. Een dikke Kawasaki, die wel een auto is, maar dat maakt niet uit. Een coole Ford. Een Honda. Mustang. Nu loop je vast. Fuck. BMW. Oh ja, BMW. Mercedes. Oh ja. Dat was een dikke AMG. Ja. We kwamen achter een feit. Nienke, vertel eens wat dat feit was. We kwamen achter een feit? Ja, bij de Mercedes. Zo we kwamen achter een... Bij de McDonald's kwamen wij een realiseermoment. Oh ja, je weet wel. Mercedes, als je ziet bij sommige Mercedes dat zijn dat logo achter, dan gaat het knopje staat zo schuin dat... En ik dacht altijd van, ze hebben het niet goed gedaan, want daar open je je klep mee open. Maar volgens mij zit daar je... Achteruitrijcamera. Ja, dus hij gaat open als je achteruit rijdt, zodat de camera tevoorschijn komt. Nou, in ieder geval denk ik, dat is mijn theorie. Dat is de theorie. Oh ja, en mensen, jullie moeten mij tips geven over rijlessen. Ja. Ik ga volgende week ergens rijles starten. Nou, ik kan al rijden. Ik kan niet rijden. Ik kan rijden. Ik heb gereden heel vaak. Maar je dat kan niet rijden. Maar, zeg maar, ze schakelt en we vliegen naar de andere kant van de weg. Dat is helemaal niet waar. Wow. Maar geef tips. En helemaal over theorie. Ja. Geef me antwoord of zo. Wel in het Engels, want ik doe het in het Engels en dat is heel kut. Oké. Nu gaan we wel weg. Doei. Leuk dat je kijkt naar deze vlog. Oh wow. Hoe leuk dat je kijkt naar deze vlog. Dat zeg je aan het begin. Bedankt dat je kijkt naar deze leuke shopvlog. Bedankt dat je hebt gekeken naar deze leuke shopvlog. Bedankt dat je hebt gekeken naar deze fantastische shopvlog. Waarin Marije niks koopt. Ja, ik ook niet. Eet jij gewoon? Ja. Bro, eet gewoon. Ik ben dat is helemaal niet professioneel. Ik wist niet dat we professioneel waren. Ik zit ook gewoon in mijn pyjama. Ik ook. Nou, niet in mijn pyjama. Ik zit met chill kleding. Nou ja, dan pas ik de shopvlog. Peace. Oh. Toodaloo.